Hallo vriend Feyenoord Fan. Er kwam zojuist dringend nieuws uit het rood-witte team. Feyenoord zoekt een controlerende middenvelder en heeft interesse om de 26-jarige atleet terug naar Nederland te halen. Maar schrijf eerst nu op dit kanaal zodat je geen nieuws mist dat we hier gaan brengen over dit hele verhaal van deze mogelijke aanwerving. We houden je altijd op de hoogte. Hij speelde al voor Excelsior, Ado Den Haag en Telstar in Nederland en kende een goed seizoen bij Feyenoord voordat hij naar Italië verhuisde. Hij heeft interesse gewekt van Italiaanse grootmachten als Napoli, Internationale en AS Roma. Gerdi Schouten staat momenteel onder contract bij het Italiaanse Bologna FC waar hij tot 2026 vast ligt. In Nederland kennen we hem nog als de stille smaakmaker op het middenveld van Excelsior. De Spijkenisser, die ook voor Ado Den Haag en Telstar uitkwam, speelde maar één seizoen in Kralingen. Dat ene goede seizoen leverde hem in de zomer van 2019 een transfer op naar Italië. De transfer bleek een schot in de roos. Ook hier ontwikkelde de middenvelder zich razendsnel. Wat hem interesse opleverde van grootmachten als Napoli, internationale en IJs-Roma. Laat alvast je like achter op deze video. Dit is erg belangrijk zodat je geen nieuws uit Rotterdam mist dat we altijd hier op dit kanaal zullen brengen. Heel erg bedankt, vriend, fan. Tot een transfer kwam het dus nog niet. Afgelopen zomer heeft Schouten zelf zijn krabbel gezet onder een nieuwe verbindenis bij Bologna waardoor hij tot in ieder geval 2026 onder contract staat in Italië. Daarnaast mag Schouten zichzelf international noemen. Op 8 juni 2022 maakte hij namelijk tegen Wales zijn debuut voor het Nederlands elftal. Het is dus zeker geen uitgemaakte zaak dat de middenvelder in een Feyenoord-shirt te bewonderen zal zijn. De deal zou moeten gaan om huur met optie tot koop. Arne Slot zou al gesproken hebben met Schouten. Dus vriend Rotterdam-fan, wat vind je ervan dat Jerry Schouten naar Feyenoord Rotterdam komt? Wat is jouw mening? Laat je reactie achter, het zal erg belangrijk zijn voor onze rood-witte. Blijf op de hoogte, want ik zal meer updates brengen over deze mogelijke aanwerving.